Dat er zo weinig vrouwen op een podium en op de televisie en waar dan ook zijn, heeft voor een deel met de maatschappij te maken en voor een deel met de vrouwen zelf. Nee, want vrouwen zijn van nature wat bescheidener dan mannen. Hè? Dat dateert natuurlijk naar de oertijd. De mannen moesten erop af om die beer te schieten en die vrouwen die waren bezig met de velden te bewerken en de kinderen groot te brengen. Dus die zijn wat teruggetrokkener van positie. En juist voor presentaties en om jezelf te laten zien moet je iets hebben van hey, heb je mij wel gehoord? Nou, de meeste vrouwen moet je daar een pilletje voor geven om dat te kunnen zeggen. Wij doen hier heel weinig aan het leren presenteren en jezelf op de kaart zetten vergeleken met het buitenland. En voor vrouwen geldt dat dus nog eens extra. Dus dat je dat stimuleert, dat lijkt me heel erg goed. Ja, ik denk dat initiatief van de dag voor de presentatie überhaupt heel erg goed is, omdat dat een erg ondergeschoven kind is. Vrouwen kunnen zo mutsen. Enorm mutsen. Dat doet er niet toe of de omgeving veilig is. Come on, zeg. Nee, dus ga voor de spiegel staan, kijk naar je gezicht en vraag dan aan jezelf waarom je zo bang bent om op te trainen. En luister naar wat voor antwoord er komt. En wat een belangrijke is, kijk eens hoe eerlijk dat antwoord is. En laat je niet, scheep jezelf niet af met nou gewoon vind het hartstikke eng. Dat is geen antwoord. Die twee dingen die we allemaal de hele dag, de hele tijd willen. Dat krijg je als je op een podium gaat staan. Ja. Ik zeg vaak tegen vrouwen, ga werken. Dan krijg je veel meer erkenning en waardering dan thuis. Ook als je een goede relatie hebt. Maar ik bedoel, het is helemaal zo. Als je iets goed doet op een podium, krijg je dat terug. Dat is heerlijk.